Oké, mensen, kijk, het is dus net droog. Zonnetje breekt heel licht door. Het heb echt de hele nacht en ochtend heb het geregen. Hey, buurman ook weg. Ah. Zo blijven er niet zoveel over. Maar ja, goed, er komen er ook altijd weer nieuwe bij natuurlijk. Ik ga eventjes de camperplaats rondlopen. Dan kan ik jullie eventjes het een en ander laten zien. Deze camperplaats in Rukven, want er is hier echt heel veel veranderd sinds de laatste keer dat wij hier waren. Dat is al een paar jaar terug. Ga ik even de mensen laten zien. Als jij je dan even gaat aankleden, dan gaan wij, klaarmaken voor de fietsen. Dan pak ik de fiets onderwijl en dat soort dingen. Dan gaan we eventjes naar de co-op, want we hebben geen brood meer. Nou, dat is heel erg. Ja, vreselijk. Ja, we hebben al ontbeten hoor, maar het is dus voor vanmiddag, voor de lunch. Oké. Nou, dat vind je dingen aan. Ja, ik wil hem even aan. Helm. Goed dat je dat even zei. Ik was het alweer vergeten. Hij lag nog in de garage. Maar gewoon zat de helmen. Oh ja, chips. Ja. Moet je even wel wennen natuurlijk. Ook hier in Nederland gaan dragen natuurlijk, elke keer. Zo. Had jij die douche ook al gezien? Gisteren mooi. Al. Ik vond Bietje toch te vertellen van die muntjes. Oh ja. Oh ja, ja natuurlijk. Ik ja. Wel even foto's maken. Ja, prachtig hoor. Jeetje, Mina. Ja, dus. 5% nou, en... voor 5 minuten. Nou, krap. 5 minuten. Ja, voor jou is het krap, maar voor mij niet. Och, ik heb mijn eigen tijd van 3 minuten gewassen hoor. Ja, maar ik heb haar op mijn hoofd en jij niet. Oh ja, ga maar. Waar zijn de sleutels? Ja, die heb ik in mijn zak. Even een paar lege flesjes inleveren, jongens. We hebben nog wat van die waterflesjes. Kijk. Oh, chips. Mijn stuur. Wat doe je nou? Ja, mijn stuur zit los. Nou. Ja, wacht even, vast zitten. Nou. Ja, dat is het boutje. Dat is niet erg. Oké, okay, ja, gaan we maar op. Ja, door al die regen is helemaal waterplassen. Ocha. Door al die regen heb je allemaal waterplassen natuurlijk. Alhoewel, ik vind wel dat het snel weg is weer, dit water. Toch? Ja. Het straatje hier. Hier kwamen we toen aanrijden, dat hier het bord stond. Ja. Oké, okay, nou ze zijn er wel een mooie rotonde van aan het maken. Tot straks even aanzetten. Oké, okay, kijk. Alarmpje jongens, kunnen. Ik ben meteen goed wakker. Nou, en hier bij die Quinn Rukven. Wat een onwijs mooie winkel. Hè? Kijk, en ik heb lekker alles in mijn tas gedaan aan mijn stuur. Want dat fiets hartstikke lekker. Dus geen probleem. Ik ga even wat opzoeken hier. Oké, okay, mensen, ik heb even opgezocht voor een Action. Gewoon even naar de Action toe, maar die is hier niet in Rukven, die is wel in Roosendaal, maar het is maar 5,8 kilometer, dus dat is een kwestie van eventjes heen fietsen. Klaar voor? Oké, okay, zonnetje komt door, reed maar. Oh. Zien jullie, dit is waarom die omlegging is. Die jongen wou zo weer up bij de Rukvense weide. De Rukvense weide.
Ja, maar echt een stukje van drie keer niks hoor, mensen. Ik had niet verwacht dat het zonnetje er nog bij zou komen. Oh ja. Kijk jongens, hele mooie, onwijs mooie Carthago. En die man die heeft ook een onwijs mooie aanhanger erbij. Dat valt gewoon op. Echt super. Dan kan je tenminste al je spullen meenemen naar Spanje. Oké, we gaan even de boodschap uitpakken. Oké, telefoon mee. Mag gewoon meenemen. We gaan eventjes op de fiets naar Roosendaal. Roosendaal. Ja, nou is het nog droog, want ze voorspellen om 3 uur regen. Dus dat kunnen we net even redden. Maar goh, die moet even naar de AC Tion. En nou, gaan we even heen. Kijk dan. Oh, beetje smerig. Maar ja, dat kan ook niet anders. Oké. Oké, mensen, we gaan. Oh, moet ik wel eerst even de fiets aanzetten. Ja. Kijk mensen, dan komen we hier uit bij Kentucky Fried Chicken. En dan heb je hier Blokker. En daarnaast heb je de AC Tion. Bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Nou, geweldig. Geen fietsen tegen het raam plaatsen. Zo. Nou, we hebben de boodschap mee in huis gehaald. Bij de Action vandaan. En we gaan gauw terug, want het begint al te spetteren. En ik heb het idee dat we niet droog overkomen als ik het zo merk. Nee, het is nog 1-3 uur. Oh nee, het is net even over 2 of zo. Oké. Komt u maar. Ja, dank u. En we gaan weer verder. We hebben even een tussenstopje gehad. Iets belangrijks gedaan voor onze kleinzoon. Oh, we zijn er weer. Hartstikke idee. Oh kijk, er staat nog een busje bij. Hallo, goedemiddag. Zo, hartstikke idee. Nou, hebben we dit even goed geregeld? Hoe laat is het? En meteen een leuk cadeautje voor Alessandro. Hoe laat is het? Het is 2:15. Je moet even je gastank controleren. Ja, dat doen we eerst. Oké, mensen. We gaan eigenlijk deze video eventjes afsluiten nu. En waarom sluiten we het af? Nou kijk, we zijn nog in Rukven. Oh. We zijn nog in Rukven, maar we gaan nu verderop. Mago die wil even naar Gouda. Dat is ook heel erg leuk, zegt ze. Dus dan gaan we even naar Gouda kijken. En ze is eventjes nog bezig met de laatste aanvegen enzovoort. Ik heb de stoelen gedraaid. Ik heb de radio uitgezet. De TomTom staat klaar. De andere camera staat klaar. En dan gaan we weer verder. Het is een heel kort videootje. We hadden eigenlijk gisterenmiddag. Nee, niet gisterenmiddag. Maar ja, wel gisterenmiddag. Maar in ieder geval, we zouden nog wat gaan filmen. Omgeving en noem maar op enzovoort. Maar we kregen bezoek. Heel gezellig. Onwijs gezellig. Ja. Van Dick en Anja. Die naam kan ik gewoon zeggen. Ik zeg toch de achternamen niet. Nee. En dat zijn volgers van ons vanaf het eerste uur of zo. En die waren dat vorige keer dat we een paar jaar terug dat we hier voor het eerst waren. Twee jaar terug. Toen kwamen ze op de fiets aan, want ze konden ze ons een keertje een hand geven en weet ik wat en blablabla.
En toen kwamen we hierheen, maar ze volgen ons ook op Polar Steps. En toen had ze gezegd van, oh wat leuk, zijn jullie in Rukven? Ik zeg, of gaan jullie naar Rukven? Ik zeg, ja, we gaan naar Rukven. Ik zeg, en we nodigen jullie uit voor een bakje koffie. Toen zijn ze gistermiddag om 2 uur zijn ze gekomen. Met een bakje koffie. Ja, alle 6 gingen ze weg. Ja, en we hebben toch zo leuk gepraat, jongens. Het was echt onwijs. Ze hebben zelf ook een camper, ze camperen ook. En nou ja, gewoon hartstikke leuk. Je hebt natuurlijk samen ook iets, hè? Dus dat is al heel erg belangrijk. Ik weet niet, hoe ver ben jij, Magal? Op zoek naar mijn stofzuiger. Ja. Ik zei ook tegen Magal, ik zei, we gaan zaterdag dus naar huis. Ik zei, dat doen we heel slim. Dan gaan we vrijdag bestellen we via internet bestellen we een nieuwe accu voor je. Ik zei, dan heb je hem zaterdag in huis. Niet alleen van mij, hè? Nee, niet alleen van mij. Ja, ja. Jij veegt. Jij hebt, ja, jij hebt een heel leuke. Jij hebt deze trip en oma een leuke cadeautje van me gehad. Ja. Hè? Stoffer en blik. Die heb ik nou nog moeten repareren. Ja. Dat zat gelijk al op was. Ze doet met die stoffer. Het stoffer afkloppen, boom, boom, boom. Zo gescheurd erin. Ja, dat heb je. Hè? Goedkoop is duurkoop. Dat blijkt wel weer. Nou, dan kom je er even gezellig bij zitten. Dan rijden we even naar die surfplek. Even kijken, is die meneer al weg? Nou, dat zien we dan vanzelf wel. Dan wachten we eventjes. We rijden eventjes om, mensen. Dus even leuk. Dus blijf er even bij. Dat doe ik dan wel even versneld. En dan, als we daar staan, dan sluiten we eventjes deze video echt af met duimpje en bla bla bla. Nee, nou al gedaan. Oh, nou, wacht even. Magal, ja. We sluiten hier even deze video af. Doei! Jongens, tot de volgende vlog. Yes! Doeg!